Hallo, in deze video wil ik je graag even meenemen in een uitleg van de woningconfigurator van het project Prinsenpark in Rotterdam. Een nieuwbouwproject met appartementen in de wijk Prinsenland. Ik ben al hier op de website, ik ga naar de woningconfigurator. En hier krijg ik een overzicht van de beschikbare woningen. Stel, ik ben op zoek naar een appartement tussen de 4 en de 5 ton. Nou, hier zie je een schuifje waarin ik mijn selectie kan aanpassen. Je ziet bovenin het bedrag aanpassen. En dan kan ik zien welke appartementen in die prijsklasse nog beschikbaar zijn. Aan deze kant niet, maar met de pijltjes kan ik wel naar de andere kant van het gebouw. En hier zie ik dat een drietal appartementen op groen staat. En door er eentje aan te klikken, ik ga naar de derde laag, naar de tweede van links. Klik ik aan, kom ik op het desbetreffende bouwnummer. In dit geval een Classic, nummer 43. Door de tekening aan te klikken, kan ik de details zien. Hier kan ik ook inzoomen, dan zie ik de bouwkundige maten, de bouwkundige details. Met vorige kan ik weer terug en hier kan ik ook woningopties aanklikken. En hier kan ik eigenlijk alle bouwkundige opties zien die je kan kiezen. Dus bijvoorbeeld voor het interieur kan ik hier een interieurpakket kiezen. En daarmee wordt de woning dan helemaal afgewerkt met wand en vloer en gordijnen. Nou, ik kies hier voor het comfortpakket en als ik dan een beetje naar boven scroll terug, dan zie ik hier in de bovenrij zie ik Classic 43 en als ik daar op het pijltje klik, dat kan er bij iedereen misschien net een beetje anders uitzien, maar dit is het principe, dan zie ik dat die optie er al bij opgeteld is en ik zie ook het totaalbedrag. Nou, ik kan zo de hele configurator doorgaan met alle opties die hier te zien zijn. Keuken, elektra, smart home, deuren, vensterbanken en overige opties. Als ik dan alle keuzes heb gemaakt, klik ik op download PDF. En dan krijg ik hier een vakje met naam en e-mailadres. Als ik die invul, dan krijg ik een kopie van mijn configuratie. Waarmee ik naar de makelaar kan gaan om gelijk al in detail over de woning te spreken.